Dames en heren, goedenavond, portefeuillehouder. Het is 7 uur, dus ik wil beginnen. Ik heet u allemaal van harte welkom, collega raadsleden hier aan tafel, fractieassistenten, de wethouder of de portefeuillehouder, publiek in de zaal en mensen thuis van harte welkom. En bijzonder ook voor de heer Maas, plaatsvervangend directeur van de veiligheidsregio, welkom. En de heer Verdam, directeur van de GGD, welkom. Vanavond vindt de consultatie plaats over de intentie van de veiligheidsregio en de GGD Flevoland en Gooi en Vechtstreek om mogelijk te fuseren. U kunt uw uitgangspunten meegeven, die worden meegenomen in de verdere uitwerking van het fusievoorstel. In het agendaverzoek heeft het college reeds 5 uitgangspunten benoemd waarop u bevraagd wordt. Wij hebben vanavond 1 uur de tijd voor deze bespreking. En ik wil als volgt het voorstel doen. Ik wil beginnen om de portefeuillehouder een korte toelichting te laten geven en in te gaan op de vraag waarom zij tot deze uitgangspunten zijn gekomen. En vervolgens wil ik de woordvoerders aan tafel vragen hun mening te geven over de consultatievragen, inclusief de politieke vragen. Is iedereen het eens met deze manier van bespreken? Ja? Nou, dan wil ik de portefeuillehouder het woord geven. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Als het goed is, hebben de aanwezigen hiervoor een technische toelichting gekregen van de heren rechts van mij over de veiligheidsregio. Waar staan we? Waar gaan we naartoe? En wat wordt er geëist in de context van veiligheidsregio's? U leest bij de eerste bullet wettelijke taakuitvoering door huidige schaalgrootte onder druk. Een veiligheidsregio, de prijs van veiligheid, laat zich niet uitbetalen. Pas als er echt een incident is, een calamiteit is, weet je hoe belangrijk het is dat je goed geprepareerd bent op de toekomst. Wettelijke eisen veranderen. Er worden hogere eisen gesteld aan je capaciteit, aan je geoefendheid, aan je materiaal, aan je informatie- en communicatietechnologie die je nodig hebt. Dat vergt investeringen. Dat leidt er nadrukkelijk ook toe dat we gekeken hebben van waar staan we nu, welke investering vraagt het voor de toekomst, en welke mogelijke vormen van samenwerking zijn er? En zo zijn we gekomen met Gooi en Vechtstreek en Flevoland als kans om te zeggen van plus, 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 leidt dat tot plus, plus, plus. Er is al op het operationeel en tactisch niveau een intensieve samenwerking tussen de 2 veiligheidsregio's, ziet u ook in het 2e uitgangspunt. En de samenwerking op andere terreinen vindt ook al plaats. We hebben ook regen een landelijke meldkamer, we hebben de wet gezien. Die is van vele jaren oud. Daarin worden er 10 meldkamers in Nederland gerealiseerd. En wij zullen op termijn samen moeten gaan in de meldkamer Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. Dat is een landelijke ontwikkeling, is flow. Die is ons opgelegd, die moeten we uitvoeren. De meer efficiëntie ter voorkoming van de toename van de financiële druk op de begroting. Je zoekt er continu naar dat schaalvergroting leidt tot meer veiligheid voor inwoners en ondernemers van Flevoland van Gooi en Vechtstreek. En daarin kijk je ook wat kost dat. En hoe kan je die kosten veel meer naar beneden drukken. Met een stuk schaalvergroting zal op termijn, want eerst betekent het dus dat je naar elkaar toe zou moeten groeien. En of dat leidt dat je eruit komt in dit onderzoek moet blijken. Op financieel gebied, op capaciteitsgebied, op taaktoedelingsgebied. Allemaal onderwerpen, vragen die we aan de voorkant hebben bij dit traject waarin we in kijken, gaan we fuseren, ja of nee? U leest ook bij de een na laatste bullet de behoefte aan toekomstbestendige veiligheids- en gezondheidsregio. De eisen die op ons afkomen worden steeds hoger. Ik hoef alleen maar naar een regeerakkoord van Rutte 3 weer te wijzen, hoe er gekeken wordt naar veiligheid. En vaak worden de eisen gesteld, maar ontbreekt er veelal de middelen om daartoe te komen. De samenleving stelt ook hogere eisen aan de veiligheidsregio's. Nou, om daaraan te voldoen moet je dus ook nadenken over je toekomst, kijken welk bestuur daarbij hoort. Het besluit van het gezamenlijk algemeen bestuur op 4 juli 2017 laat ik helder zijn. Wij luisteren eerst naar alle betrokken raden. Daar halen we vragen op. Daar halen we opmerkingen op. Zo moet u vanavond ook zien. Dat neem ik ook mee. Want het zijn voor mij uitspraken van u waarom ik u consulteer, die ik mee moet nemen in verdere uitwerking om vragen naar de toekomst te kunnen voorkomen. Zo zitten wij hier. Vandaar de eerste technische voorbespreking en dit uur waarin u uw opmerkingen aan mij meegeeft. Tot zover, mevrouw de voorzitter. Dank u wel voor uw toelichting. Ik
Ik merk wel dat u niet ingegaan bent op het punt waarom het college reeds deze 5 uitgangspunten heeft benoemd. Ik laat het even aan de partijen hier aan tafel over of zij behoefte hebben om u daar verder over te bevragen. Dus ik wil eigenlijk beginnen aan mijn rechterzijde, de heer Lems van D66. Dank voorzitter. Het is overigens ook dank voor de technische sessie die we hier voorafgaand hebben gehad. Het maakt het niet makkelijker om het hier te bespreken, omdat je daarvoor heel veel informatie tot je neemt. Als eerste, toen het voorstel voorbij kwam, had onze fractie wel het idee van, nou, waar heb je dat nou weer voor nodig? Hè? Wat zitten daar nu voor voordelen aan? Weer een fusie, het wordt allemaal groter. Maar als je in de materie stapt, dan is het ook wat de portefeuillehouder net zegt. De schaal van Flevoland is beperkt. De schaal van Gooi en Vechtstreek is beperkt. Dus de samenwerking die er al is, is wat ons betreft ook logisch dat die uitgebreid wordt. Een veiligheidsregio, daar merk je pas wat van. En dat werd net ook gezegd, als er iets aan de hand is. Nou ja, je moet voorkomen dat als er iets aan de hand is, dat je dan mis gaat grijpen, zou ik haast willen zeggen. Dus in die zin is een voornemen tot een fusie en een onderzoek daarna, wat ons betreft, ook volstrekt logisch. Wij vinden het wel belangrijk, en daar is er net ook over gesproken, dat de positie van de GGD. De GGD is in deze volgend. Dat die lokaal goed geborgd blijft. Nou, in de uitgangspunten, de 5 punten, zoals benoemd ook door het college, wordt er al verwezen naar de corporatie die er is, de JGZ-corporatie. En we hebben het er net ook meegekregen van het is heel goed mogelijk door bestuurlijk in de nieuwe constellatie een goede GGD-vertegenwoordiger te hebben, vertegenwoordiging te hebben, dus wethouders, dat daarmee ook de lokale belangen gediend blijven. Dus dat is ook voor onze fractie wel heel erg van belang, dat je de lokale invulling, de pluspakketten, dat goed gehandhaafd blijft. We hebben in die zin dus, en ik kan allerlei dingen nu op gaan noemen die er net ook langs zijn gekomen, gaan noemen die onderzocht gaan worden, dan denk ik van ja, dat heeft ook niet zoveel zin. Wel is van belang, en dat werd er net ook genoemd, dat er een aantal wettelijke belemmeringen wellicht opdoemen. Maar daar is ook van gezegd, daar is in medio mei moet daar wel uitslag over zijn. Dus ja, in zijn algemeenheid zou ik zeggen, ga vooral het onderzoek starten. Ga het aan, kijk naar de voordelen. Vergeet niet te kijken ook naar de nadelen die er zijn. Maar Flevoland is op meerdere vlakken klein van stuk. En we zoeken daarin de samenwerking op. Dus wat ons betreft positief richting de intentieverklaring. Tot zover maar. Dank u wel, heer Lems. Dan is het woord aan de heer De Kat van Leefbaar Almere. Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Met excuus aan de vergadering. Ik weet sinds een uur dat ik hier moet zitten. Waarvan 3 kwartier in de auto op de A1. Ging niet helemaal geweldig nog. Wat onze fractie zich afvraagt. Piem Reijnis is ziek, daar gaat het om. Wat onze fractie zich afvraagt is, als de samenwerking goed gaat, waarom ga je dan fuseren? Nou, dan horen allemaal wettelijke regelingen. Ja, als die er zijn, dan vraag ik me af wat onze input dan op dit moment is. Wat van ons van belang is, we zijn een lokale partij, en dan kijken we toch primair even naar onszelf, is wat verandert er voor de Almeerder als dit plan doorzet? En waarom? Wat zou een goede reden zijn om dit niet door te zetten? Dat is mijn eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Elian van de VVD. Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de aanwezigen van de veiligheidsregio en de GGD. Het is prettig dat ze hier zijn. Dat geeft ook aan dat de gemeenteraad van Almere serieus wordt genomen. Voorzitter, de VVD is in beginsel positief ten aanzien van een fusie. Om een aantal redenen. Flevoland is een hele kleine veiligheidsregio. En niet voor niets huldigen ook meerdere partijen aan deze tafel het spreekwoord samen sta je sterker. Met name omdat operationeel voordelen zijn te behalen, voorzitter. De veiligheidsregio's, als ze samen gaan, kunnen efficiënter werken. De prestaties kunnen verbeterd worden. En er wordt al heel veel samengewerkt. Voorzitter,
De raad wordt gevraagd om een aantal uitgangspunten te accorderen, noem ik het maar even. De VVD heeft enkele opmerkingen die zien op die uitgangspunten en die voor ons wel van belang zijn. Voorzitter, in de eerste plaats moet bij zo'n voorgenomen visie wel als een paal boven water staan dat de huidige kwaliteit wel gewaarborgd blijft. Dan bedoelen we met name de kwaliteit van alles wat er gebeurt in Flevoland, maar natuurlijk specifiek ook voor Almere. Voorzitter, zoals ook de heer Kat terecht aangeeft, Almere, we zitten hier voor de Almeerse inwoners. De positie van Almere moet voldoende gewaarborgd zijn en ook de belangen van Almeerders. Daarbij merkt de VVD ook uitdrukkelijk op dat bijvoorbeeld nu in Almere een belangrijk gebouw van de GGD staat. En wij vinden het ook echt belangrijk dat een dergelijk gebouw blijft bestaan. Voorzitter, een tweetal andere uitgangspunten die de VVD wil meegeven, is dat de brandweer, die onderdeel is van de veiligheidsregio Flevoland, wel behoorlijk is uitgekleed de afgelopen jaren. We hebben ze een behoorlijke taakstelling opgelegd en die heeft de brandweer naar behoren uitgevoerd. Wat ons betreft kan de brandweer van de veiligheidsregio Flevoland niet meer hebben. Dan kom ik natuurlijk op het financiële aspect van de fusie. Voor de VVD is het echt cruciaal dat een voorgenomen fusie wel budgetneutraal uitgevoerd wordt. Het onderzoek moet dat nog uitwijzen. We kijken dan ook met spanning uit naar de uitkomsten. Voorzitter, dan wat betreft de gewijzigde regelgeving, ook wij zien daar wel wat beren op de weg. Met name hechten wij er dan aan, als we het goed hebben begrepen, wordt de raad nog een keer geconsulteerd, medio, laten we zeggen, mei, juni volgend jaar. We willen nu al benadrukken dat wat ons betreft dan wel duidelijk moet zijn of de wet op de veiligheidsregio's in formele zin veranderd moet worden of niet. Waarom hechten we daaraan? Als die wet namelijk door de Kamer gewijzigd moet worden, ligt daar ook weer een taak voor ons allemaal. En vanuitgaande dat je een voorstander bent van die fusie, want we kunnen zelf onze fracties bijvoorbeeld ook in de Kamer benaderen. Maar een wetswijziging kan lang duren en zo'n fusie heeft alleen nut als we het een beetje vlot kunnen oppakken. Voorzitter, de financiën heb ik al benoemd. Dan een afsluitende opmerking. Almere levert nu, in de hoedanigheid van de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio. De VVD hecht er zeer aan dat in een nieuwe veiligheidsregio onze burgemeester ook voorzitter blijft en daarin ook een sterke positie inneemt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Everhart van de SP. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen om te zeggen dat de SP op dit moment nog niet de meerwaarde ziet van een fusie. Zoals al eerder ook gezegd is aan tafel, is er nu al een voldoende samenwerking die goed verloopt, dus waarom zou je fuseren? Maar goed, uit verder onderzoek zou kunnen blijken dat het misschien toch meer pluspunten dan minpunten oplevert. Dus wat dat betreft houden wij een open mind. Verder wil ik er aan de uitgangspunten toevoegen dat er een positief advies moet liggen van de medezeggenschap en in een vroeg stadium betrekken van vakorganisaties. En hoe wordt de spreiding van ambulances en brandweer? Is hier een nadeel te verwachten voor onze regio? En wat de SP betreft, geen vermindering of inkrimping van operationele diensten. Dit is voor de SP een harde voorwaarde. En als laatste, geen gedwongen ontslagen onder personeel die onderdeel zijn van de operationele dienst. En hier wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan wil ik de PVV vragen, mevrouw Aukes, om uw bijdrage te leveren. Ja, dank u wel, voorzitter. Doordat ik bij de rekenkamercommissie was, kon ik helaas niet bij de technische bespreking aanwezig zijn. Dus mijn excuses als ik iets vraag wat daarin wel verteld is. Daarom, voorzitter, heb mijn fractie technische vragen gesteld. Mede omdat de PVV dezelfde zorg heeft als college eigenlijk wat dat betreft. Blijft de JGZ gewaarborgd? Dat is sowieso wel een punt wat mijn fractie graag wil weten. En kan de coöperatie JGZ nog in de huidige vorm blijven voortbestaan? Wat betekent het concreet voor de JGZ? En welke kosten brengt het met zich mee als de coöperatie gewijzigd moet worden bij de fusering? Hoe kan Almere nog blijven sturen op het aanbod van de plustaken die worden gegeven in opdracht van de gemeente Almere? En wie gaat dan vanuit de GGD deze aansturen? Kan de portefeuillehouder aangeven of de bezuinigingsopdracht die er ligt voor de JGZ niet in gevaar komt hierdoor? Voorzitter, in de beantwoording van de technische vragen die mijn fractie dus vooraf heb gesteld, staat dat de komende maanden de uitgangspunten onderzocht dienen te worden om helderheid te bieden op vragen rond dit voornemen tot een fusie, zodat een weloverwogen eindoordeel kan worden gevormd.
Ik wil dan graag een toezegging van de portefeuillehouder dat het eindresultaat van dit onderzoek ook naar de raad toe gaat komen. En ik zou graag horen van de portefeuillehouder of hij al een indicatie kan geven over de kosten wat de hele fusie met zich mee gaan brengen. En dan, voorzitter, de heer Elians, zoals ik van hem gewend ben, had alweer wat gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar mijn fractie steekt daar hetzelfde in als de VVD eigenlijk. De gehele veiligheidsregio heeft al genoeg van de brandweer gevraagd in deze. Dus ook mijn fractie is van mening dat die in deze zeker verder niet daarin meegetrokken mogen worden. Daar laat ik het even bij. Dank u wel, mevrouw Aukers. Dan is het woord aan mevrouw Heuwe van de PvdA. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. En ook namens de Partij van de Arbeid veel dank aan alle aanwezigen hier en ook voor hun bijdrage tijdens de technische toelichting net. Hoe wij erin staan is, nou, groter is niet altijd beter, maar we moeten natuurlijk wel verstandig omgaan met de budgetten en resources die we hebben. Dus we staan hier in principe open in. Bovendien hebben wij net tijdens de technische ronde gehoord dat men er vooral wat van gaat merken als er niet gefuseerd gaat worden. En dat is ook een van de dingen die ik graag terug zou willen zien in het onderzoek zoals het wordt voorgesteld. Van, is dat inderdaad het geval? Gaan we er in ieder geval niet op achteruit? Dat is wat ons betreft ook echt een uitgangspunt. Dat we in ieder geval de huidige kwaliteit als minimum hanteren. Want wij vinden het al meer veilig moeten zijn en een goede zorg geleverd moet worden. En, dat is al een paar keer te sprake gekomen, dat mensen hun zorg in de buurt moeten kunnen krijgen. Dus de Almeerse Plus-taken en het maatwerk per gemeente moeten ook wat ons betreft voldoende gewaarborgd zijn. Ik sluit me aan bij de bijdrage van de SP in zoverre dat de werkgelegenheid in Almere niet op achteruit mag gaan. We willen ook wel graag dat, dat alles op operationeel niveau, dat die mensen gewoon hun baan kunnen blijven houden. En ik heb nog één vraag aan de portefeuillehouder, meer in het algemeen. We zijn allerlei vormen van zorg aan het decentraliseren. En hoe verhoudt het plan van de veiligheidsregio's en de GGD zich dan hierin? Dat was hem voor nu. Dank u wel. Dan is tot slot van deze eerste termijn het woord aan de heer Van der Kroef van het CDA. Dank u, voorzitter. Ik kon ook niet bij die technische bespreking zijn. Maar een aantal opmerkingen heb ik. Small is beautiful. Dat heb ik altijd geleerd. Dus er moet een hele dringende reden zijn als je naar schaalvergroting gaat. Meestal wordt het onoverzichtelijker en ook moeilijk controleerbaar. Dus er moet een dringende reden zijn. Ik hoop dat die ook uit het onderzoek blijkt. Ik sta achter die uitgangspunten om goed onderzoek, goed na te kijken wat de consequenties zijn. Het staat goed omschreven. Dus we hebben er vertrouwen in dat dat ook goed gebeurt. We hebben dus wel vertrouwen dat dit onderzoek op een juiste manier gebeurt. U komt nog terug bij ons. Dat zal dan een nieuwe raad zijn. Dan is het onderzoek, neem ik aan. Uiteraard krijgen we dat, lijkt mij. En dan zal er een definitieve beslissing zijn genomen. Wij zijn voorlopig voor het. We hoeven niet nu nog te beslissen, maar we staan achter de uitgangspunten. Dank u wel. Dan wil ik aan de portefeuillehouder vragen om de vragen en reacties te geven richting de raad. Ik deed het weer met mijn stem alleen. Dat is niet de bedoeling. Waarom is het nodig? Het wordt groter en wat is het voordeel? Terechte opmerkingen die u stelt. Laat ik vooropstellen, in algemene zin, het niveau van de veiligheid wat we nu hebben, kwaliteitsniveau, dat is het minimum wat je wilt behouden. Dat je het in de loop der jaren alleen maar beter wilt laten worden, mogen duidelijk zijn. Die heb ik heel nadrukkelijk gehoord en die onderschrijf ik ook nadrukkelijk. En ik spreek ook de wens en de hoop uit dat we in de uitgangspunten zoals we die geformuleerd hebben ook hebben laten zien dat het niet de slager, de eigen slager moet zijn die zijn vlees keurt, maar dat we juist een onafhankelijke expert vragen van begeleid ons, kijk er scherp naar, want dit vergt nogal wat. Dit is nog nergens in Nederland vertoond, dat je twee veiligheidsregio's samenvoegt. En het moet alleen maar leiden tot een kwaliteitsverhoging op termijn voor de inwoners en voor de ondernemers. Niet anders dan dat. Positie van de GGD. De GGD is volgend. René Peters heeft mij ook gevraagd als GGD-voorzitter, bestuurder,
om duidelijk te stellen dat het GGD-bestuur actief, niet passief, actief betrokken wordt bij het gehele onderzoek. Twee wethouders, voor zij die niet de technische toelichting hebben bijgewoond, worden in de stuurgroep, die ik mag voorzitten, waarin ook bestuurders zitten uit Gooi en Vechtstreek en uit Flevoland, betrokken om puur te kijken dat de belangen ook behartigd worden naar de toekomst toe. Dus niet alleen denken van de standstill situatie waar we nu staan, wat voor ontwikkeling komen op de GGD af en hoe kunnen we die toekomstbestendige invulling geven. En welke vorm hoort erbij? GGD heeft al voorgesorteerd en gesteld, wij zijn daarin een entiteit naast de veiligheidsregio. Of dat tenslotte de definitieve vorm wordt, moet het onderzoek ook gaan uitmaken. Ik ga daar niet nu al uitspraken op doen, daar moet ik het onderzoek op afwachten. Maar ik heb wel rekening te houden met wat het GGD-bestuur nu aan de voorkant nadrukkelijk aangeeft. Als u daar iets op wilt toevoegen, moet u dat zeker doen. Nou, misschien als de voorzitter dat goed vindt. Heel kort, wat ik ook zei in de technische verhandeling van de GGD zit op de bijrijdersstoel, maar bedient wel de navigatie. Dit is een hele mooie. Hier hebben we het nog over tijdens het onderzoek. Dat was ook de bedoeling. Meneer de Kat, samenwerking gaat goed, klopt. Maar ik sprak over toekomsteisen die gesteld worden aan opleiding van personeel, informatiecommunicatietechnologie die echt diepte investeringen vraagt van veiligheidsregio's. Nou, de heer Maas, u kunt mij aanvullen. Allerlei ontwikkelingen. Bezint eer gij begint, maar kijk ook vooruit en reken dan terug. We hebben het net al gehad, de outcome, het maatschappelijk effect moet zijn veiligheid. Maar je apparaatskosten, al de kosten die met zich meekomen, de opleidingskosten, et cetera, hoe kan je die op een intelligente manier invulling geven? En is het nodig dat je gaat fuseren? Ook die vraag ligt op tafel. Of kan je het op een andere manier van samenwerken doen? Die vragen liggen op tafel, daar komen ook scenario's uit het onderzoek die mij, maar ook u, want tenslotte komt het onderzoek terug bij de Raad. Laat ik daar ook helder over zijn. Wat dat betreft een open en transparante communicatie over deze moeilijke exercitie. Zodat u ook meegenomen kunt worden in de conclusies. En dat u tenslotte ook daarin als raad een besluit kan nemen. Ik ga even onderbreken, portefeuille. Ik zie dat de heer de Kat een vraag heeft. Gaat uw gang. Kijk, u komt dus terug naar dat onderzoek. En ik doe dit al een tijdje en ik... Ik ken een aantal onderzoeken dat voorbij is gekomen. En daar zit altijd soms met terugwerkende kracht een gedachte bij van hadden we dat onderzoek ook kunnen laten. Wat gaat u precies onderzoeken? Want een onderzoek, ik probeer hem zo cynisch loos mogelijk te plaatsen. Maar dat we kansen hebben op en efficiëntie slagen, noem maar op, financiële voordeeltjes op termijn, die interesseren me eigenlijk niets. Het enige wat ik wil onderzoeken, wat ik zou willen onderzoeken, is wat het voor verbetering oplevert voor de gebruikmaker van deze bedrijven die aan veiligheid doen, dus de mensen in de stad. En dat al het andere, dat als dat gaat eindigen met kansen op en al die andere van die onderzoek bingo, al die woorden. Die hoeven van ons niet per se. Kunt u concreet mogelijk zeggen wat u gaat onderzoeken en wat u liever niet onderzoekt? Allereerst heb ik meerdere fracties te bedienen, meneer de Kat. En sommige fracties vinden het wel degelijk van belang dat zoiets budgetair neutraal gebeurt en dat de apparaatskosten in bedwang worden gehouden. En dat vind ik een terechte opmerking. Maar ik heb u net aangegeven, de inwoner-ondernemer, waar we de veiligheid voor behoren te garanderen via een veiligheidsregio, die behoren centraal te staan. En van daaruit redeneer ik, kan ik een kwaliteitsniveau zoals ik het nu ken naar de toekomst garanderen, overeind houden en zelfs verbeteren. En doe ik daarin wijs aan om dat samen te doen door een fusie aan te gaan, Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Dat onderzoek je en dat breng je in kaart. Heer de Kat. Nou, dank u wel. Alleen even voor de orde. Ik praat namens één fractie. Dank u. De heer Eliasson. Oh, nee. Gaat u verder, portefeuillehouder? Meneer Eliasson zegt wijze woorden. Hij spreekt over een kleine veiligheidsregio en samen sta je sterker. Daar opent u uw betoog mee. En wij zijn één van de kleinere veiligheidsregio's van de 25 in dit land. Ook dat is juist.
En middelgroot of groot is niet altijd een voordeel. Dat kan ten koste gaan van een stuk lenigheid. Dat kan ten koste gaan van een stuk flexibiliteit. Maar met een veiligheidsregio doe je heel veel bulkarbeid. Dezelfde klussen. Ja, en dan gaat het ook wel kennis van de omgeving hebben. Vandaar dat je nooit één grote centrale brandweerkazerne kan hebben voor een heel groot gebied. Er zullen meer brandweerkazernes altijd zijn. Je hebt je aanrijdtijden en je hebt ook kennis van het gebied nodig. Wil je de brand goed kunnen bestrijden en kunnen aanpakken. En daar hoort u mij ook mee meteen zeggen richting u, meneer Everhart, hoe belangrijk ik het vind, kennis van de lokale situatie en ook goed ingebed zijn in die lokale samenleving. U spreekt over werkgelegenheid, natuurlijk kijk je daarnaar. En wil je die overeind houden en sterk houden. En dat geldt ook voor de functies die je al in je stad hebt. En daarmee besef ik terdege, en dat vraagt meneer Elian ook, dat ik die rol nu heb van voorzitter van de veiligheidsregio. Dat is een benoeming bij koninklijk besluit, eigenlijk door ons staatshoofd. Die gaat daarover, die beslist erover op aangeven van de minister. En als de minister ziet dat Gooi en Veststreek en Flevoland samenkomen, veelal in de regel wordt de grootste stad dan ook aangewezen om de voorzitter van de veiligheidsregio te leveren. Dus er is een zekere verwachting naar de toekomst. Want wij zijn een grote stad en wij blijven een grote stad. En men kan wel samen gaan in Gooi en Veststreek, maar niet groter worden dan Almere. De heer Elian. Dank u wel, voorzitter. Dit is ons wel een aangelegen punt. En vanzelfsprekend kunnen we de koning nu niet om die benoeming vragen. Maar laat ik namens de VVD wel uitdrukkelijk uitspreken dat het misschien wel helpt als Almere, de gemeenteraad, u vertegenwoordigt immers ook in zekere zin Almere, uitspreekt. Ik ben nu de voorzitter en dat wil ik ook wel blijven. Dus ik ga ervan uit dat u ambitieus genoeg bent om ook dat te willen. Ik geloof dat ik een ambitieus man in de ogen kijk op dit moment. En soms hebben wij veel overeenkomsten, meneer Elian. Dus ja, het zou een steun in de rug zijn als u zich daar hard voor maakt. Laat ik daar volmondig op antwoorden. Andere uitgangspunten meegeven. U sprak over de brandweer. Ja, willens en wetens en bewust hebben we gekeken hoe we de apparaatskosten van de brandweer naar beneden konden bijstellen. Men heeft een taakstelling gehad. Daar is op toegezien, daar blijft ook op worden toegezien. En we willen dat de brandweerlieden die we de brand insturen veilig hun werk kunnen doen. Dus vanzelfsprekend blijft dat een punt van aandacht, niet anders dan dat. En als ik het de idee heb dat ik daar niet aan kan voldoen, dan verwacht ik van brandweermanagement dat ze mij aan de oren trekken. En dan kom ik terug en dan zal ik u daar ook al van op de hoogte stellen en ook vragen om uw gulle giften. Kijk even, voorzitter, heb ik gehad gewijzigde regelgeving. Mei, juni gaf u mij net aan op de wet, op de veiligheidsregeling. Ja, dat punt van die herindeling waar je de wet eigenlijk voor nodig hebt. Meerdere departementen die mee moeten willen bewegen. Wil je die twee veiligheidsregio's samen kunnen voegen? Ik kan u melden dat we nu al insteken op DG-niveau, op SG-niveau, in de richting van de ministers, in de richting van de VNG, in de richting van het Veiligheidsberaad. Van wij beogen dit. Hoe staat u erin? Werkt u daaraan mee? En dit zijn onze argumenten. Niet dat we zeggen het wordt zo, want iedereen beseft dat daar een politiek proces aan vooraf gaat. Heer Elian. Met uw welbevinden, voorzitter. Want de portefeuillehouder zegt, en dat doet mijn fractie deugd, dat er al op hoog niveau hierover gesproken wordt. Dat is prettig, want dat scheelt een heleboel tijd straks. In dat verband, met uw welbevinden, voorzitter, de vraag ook wat betreft de financiën is een heel belangrijk aspect. Of de brede doeluitkering, dat klinkt wat technisch, maar even simpel gezegd, het ministerie heeft tot nu toe een formeel standpunt gehad en heeft gezegd, ja, als u samen gaat, dan moet u het misschien met minder geld doen. Steekt u dat nu ook al in op dit niveau? Want dat is wel een vrij cruciaal gegeven, want als het ministerie dat standpunt blijft houden, dan gaan we er niet neutraal uitkomen. Uiteraard steken we dat vanaf het prille begin in. Ik heb daar nog geen antwoorden op, maar dat is wel een van de onderzoeksvragen die mee wordt genomen. Gaat uw gang. Nou, dank u wel, voorzitter. Nou, dat is inderdaad het budget neutraal, is een van de onderzoeksvragen. Maar gelet op het feit dat u al ten aanzien van de wetswijziging al op hoog niveau aan het overleggen bent, neemt u dit dan ook alsjeblieft mee? Want dat zou wel prettig zijn. Ik zie een stemmige knik. Ja. Nou, alle bestuurders zijn daar ook mee bezig, mogen zonneklaar zijn. Meneer Everhart, mooi dat u een open mind heeft en dat u ook zegt van laat blijken dat die meerwaarde van de fusie er is. Ik heb die goed gehoord en meer dan terecht vraag vanuit uw positie, maar ook mijn positie. Advies van medezeggenschap, natuurlijk moet je die meenemen en daar communiceer je ook open mee.
niet een overvaltechniek, men moet weten waar je mee bezig bent en wat het voor hen betekent. En ten aanzien van die gaat u gang. Maar ik wilde u eigenlijk u even laten uitpraten en daarna meneer Everhart. Maar gaat u gang, meneer Everhart. Nou ja, ten aanzien van de medische sirfstap, voor ons is het wel van cruciaal belang dat er een positief advies ligt van de medezeggenschap. Dus wij zouden dat graag opgenomen hebben willen zien bij de of toegevoegd willen zien aan de uitgangspunten. De portefeuillehouder. Meneer Everhart, kan ik u die toezegging doen? Dat ga ik niet doen en ik kan hem niet maken. Ik hoor uw opmerking, maar ik wijs u ook dat ik hier een verantwoordelijkheid ook heb als bestuurder. Ja, en natuurlijk wil je de medezeggenschap meenemen en daarom begeleid je ze en betrek je ze meer dan actief. Maar het management beslist ook mede hierin en geeft hier ook advies in. En de bestuurder bestuurt. Ten slotte bestuurt u. Ik heb uw punt gehoord. Ja, maar ik kan het niet tot een hard criteria maken. Daar heb ik mijn vraagtekens bij. De heer Everhart. Nou ja, het is natuurlijk wel zo, als er een negatief advies ligt van de medezeggenschap, dan heeft dat ook weer een vertragende werking, want dan moet je besluit opschorten. Dus je heeft er alle voordeel bij om te zorgen dat er een positief advies ligt. Dat wil ik u nog even meegeven. Maar nu vinden we elkaar weer. Je gaat niet iets door de keel heen douwen. Je probeert samen te werken naar een goede toekomst toe. Daar kunt u van op aan bij deze bestuurder. Mevrouw Heulen, ja, u begon met groter is niet altijd beter. Daar hebben we elkaar in gevonden. Maar u vraagt mij wel om verstandig om te gaan met budgetten en resources. U vraagt mij niet fuseren, hè, de gevolgen. Natuurlijk gaan we dat in kaart brengen. Wat betekent als ik nu niets doe? En wat betekent als ik wel wat doe? En wat zijn daar de voordelen en wat in de nadelen? En dat wil ik gewoon heel helder hebben. Ja, want dan weet je of deze exercitie echt wenselijk is, ja of nee, en uitvoerbaar. Nou, ik ben ingegaan op de huidige situatie aan minimum kwaliteit. Dat was uw stelregel. U sprak over maatwerk per gemeente, de voldoende waarborg. Ik leg dat uit van je hebt een bepaalde veiligheidsinfrastructuur in je stad. Hooguit kan je kijken hoe kan ik die efficiënter maken. Dat kan vanuit schaalvoordelen voorkomen. Maar dan moet je het goed afwegen of je het wel of niet invoert. Want wat voor gevolgen heeft het? Nemen we u mee. Ik kan daar niet nu al op voorsorteren. Ja. Dat is wel natuurlijk een punt van aandacht. Werkgelegenheid hebben we over gesproken. U sprak over decentraliseren. Graag een nadere duiding, want ik begreep uw vraag niet als de voorzitter dat toestaat. Ik sta dat toe en ik wil u ook even meegeven dat u mevrouw Aukers van de PVV heeft overgeslagen. Maar daar kunt u zo meteen op reageren. Gaat uw gang, mevrouw Heuwe. Dank u wel, voorzitter. Ja, natuurlijk ga ik daar graag op in. Er zijn een heleboel vormen van zorg die we naar de gemeente gehaald hebben. Jeugdzorg bijvoorbeeld. Dus dat is allemaal weer heel erg lokaal. En dit brengen we dan eigenlijk weer op een veel algemener, abstracter niveau. En ik vroeg me af hoe dat zich met elkaar verhoudt. Zich tot elkaar verhoudt. Niets. Wat lokaal beter kan, hou je op lokaal niveau. Wat je bij elkaar regionaal kan brengen, dus bovenregionaal, twee regio's samen, versterkt niet iets wat je lokaal al inbedt. Integendeel, het kan elkaar versterken, die twee bewegingen. Voor mij heb ik al die vragen beantwoord. Mevrouw Aukers, ik bewaar altijd het beste voor het laatst. Kom je bij de CDA? Je hebt ook het allerbeste, maar alles op het gebied van JGG. Wil jij daar wat over zeggen? Jeugdgezondheidszorg? Ja, ten aanzien van die jeugdgezondheidszorg, er zat één vraag bij die ik niet helemaal begreep, maar die stel ik aan het einde. JGZ is in Almere geregeld via een coöperatie. Het is een samenwerkingsverband met Zorggroep Almere. Dat is wat de portefeuillehouder ook bedoelde met dat is lokaal geborgd. En dat gaat niet regionaal, dat blijft ook lokaal. En dat heeft een eigen begroting. Het heeft ook een eigen directeur. En die zal ook ten alle tijde verantwoording blijven afleggen. Zowel binnen de accountantsverklaringen als binnen de politieke markten. Waar het gaat om de inhoud van de jeugdgezondheidszorg. Dus die taken blijven. En de coöperatie gaat niet mee in de fusie. Want dat is een lokaal iets. En u gaf net aan meneer Verdam dat u een van de vragen over de JGZ van de PVV niet begreep. Zou u nog even kunnen herhalen? Dan kan mevrouw Aukers reageren. Ja, dank u voorzitter. Dat was met name over wie gaat er over de bezuinigingsoperatie. Die snapte ik niet helemaal. Die vraag. Mevrouw Aukers. Ja, er zijn bezuinigingen in gang gezet voor die coöperatie. En wat mijn fractie eigenlijk wil weten van, komt dat daarmee in gevaar met deze fusie, zeg maar? Nou, wat ik net zei, het blijft lokaal, dus ook de directeur is daar verantwoordelijk voor een eventuele bezuinigingsoperatie. Ja, meneer Van der Kroef, het allerbeste komt nu, geloof ik. Dringende reden zijn om naar schaalvergroting te gaan.
En u zegt ook schaalvergroting kan leiden, want u spreekt over de onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd dat zaken onoverzichtelijk worden en oncontroleerbaar worden. Nou, daar bent u zelf bij als raad en dat wilt u niet, want u wilt weten hoe ziet de begroting eruit en welke rekening zien we vanuit de veiligheidsregio. Nu al en naar de toekomst toe. En ik zal altijd een planning- en controlsysteem als dagelijks bestuurder en als ook lid van het algemeen bestuur willen hebben om te weten waar geven we geld in uit en wat betekent dat naar de toekomst toe en wat betekent dat voor het veiligheidsniveau en de kwaliteit van de veiligheid voor onze inwoners en voor onze ondernemers. U zegt u staat achter de uitgangspunten en ik ben blij dat u aangeeft dat u de gevolgen, consequenties, dat die goed omschreven zijn. En inderdaad, met u zal ik dat als meetlat ook gebruiken in deze procesgang. Wij gaan terug naar de Raad. We houden de dialoog juist met u open, omdat we begrijpen hoe precair en hoe belangrijk dit proces is. Ik heb geen vragen van u gehoord, meer standpunten als zodanig. Mevrouw de voorzitter, tot zover. Dank u wel, portefeuillehouder. Ik kijk hier even rond in de zaal. Zijn er partijen? Ja, er zijn partijen die behoefte hebben aan de tweede termijn. Ik ga gewoon even het rondje nogmaals doen. De heer Lems behoefte? Nee. De heer De Kats? Nee. De heer Elian behoefte aan de tweede termijn? Heel kort, voorzitter. Nogmaals dank voor de toelichting van de genodigden. Een moment waarop we de resultaten van het onderzoek kunnen verwachten. Of ik heb niet goed geluisterd, maar bijvoorbeeld voor de. Het is altijd prettig om daar een moment aan te koppelen. Voor de zomer bijvoorbeeld. De portefeuillehouder. Voor juni 2018. Die staat genoteerd. Ik zag ook een vinger net bij de heer Everhart. Gaat uw gang. Dank u, voorzitter. Ja, dat klopt. Ik heb op twee opmerkingen van mij over het toevoegen van uitgangspunten volgens mij nog geen antwoord gehad van de portefeuillehouder. En dat betreft de spreiding van ambulances en brandweerwagens. Dat niet door de fusie, dat daar zeg maar een negatieve afwijking op komt. Want het is nu bijvoorbeeld bij de ambulancediensten worden niet altijd met de spoedmeldingen de aanrijdtijdnormen gehaald. Dus wat dat betreft moet daar sowieso een verbeteringsslag plaatsvinden. Dat mag dus zeker door de fusie niet verslechterd worden. Dus ik wil daar zeg maar een hard punt aan toevoegen aan de uitgangspunten daarover. En ik heb als ook voor de SP heel belangrijk is dat er geen gedwongen ontslagen komen. Dat daar een garantie op wordt afgegeven. Dus daar heb ik nog niet echt een concreet antwoord op gehad van de portefeuillehouder. Wie mag ik het woord geven? De heer Verdam, gaat uw gang. Ja, ten aanzien van de spreiding en beschikbaarheid, doet u wellicht deugd. En u bent zelf heeft ervaring binnen de ambulancewereld dat onze vrienden van de zorgverzekeraars dat bepalen. Zij betalen en zij doen ook de spreiding en beschikbaarheid zetten ze af ten aanzien van het aantal inwoners. Dus het aantal inwoners krijgt een aantal bussen in de omgeving te rijden. Daar gaat dus niks aan veranderen. De zorgverzekeraar zegt, jullie blijven voor ons. Totdat de nieuwe wet ambulancezorg van kracht wordt, dat is na 2019, blijven jullie gewoon de regio en blijft het geld beschikbaar. En voor de spreiding en beschikbaarheid worden die middelen voor Flevoland, die veranderen niet. Dus, en wij leggen daar ook uiteraard accountability over af en geven ook aan dat wij ten aanzien van die kwartiergrensoverschrijding, dat doet u misschien ook deugd, dat wij binnen Almere maximaal binnen de kwartiergrensoverschrijding zitten, namelijk op 98% van de gevallen zijn we op tijd. Dank u wel. Dan de portefeuillehouder voor de tweede vraag van de SP. Het ging over het behouden van de werkgelegenheid. Geen gedwongen ontslagen als uitgangspunt ook opnemen. Bij de operationele dienst, dat wil ik er nog wel aan toevoegen. Ik word gesouffleerd en geholpen daarin. Ik ga ervan uit dat er vooralsnog, dat moet blijken uit het onderzoek, maar uw opmerking hoor ik heel nadrukkelijk, geen gedwongen ontslagen meenemen. Behouden van werkgelegenheid. Mag ik hem zo vertalen? Ja, Evert. Maar wordt hij dan ook opgenomen bij de uitgangspunten? Ik geef even het woord aan de heer Maas. Legt u het eens uit vanuit de bedrijfsvoeringspet. Kijk, bij een fusie en aan de voorkant meenemen geen gedwongen ontslagen, dan moet je aan de voorkant ook meenemen dat er inzicht ontstaat in mogelijke frictiekosten die hoger zouden kunnen uitvallen dan wanneer je het vrij berekent. Vanzelfsprekend is het zo dat we voor onze mensen, voor het personeel, alles in het werk zullen blijven stellen om ze binnen de poorten te houden.
Daar waar, en dan ga ik maar een voorbeeld noemen, daar waar bijvoorbeeld twee of met de GGD samen drie afdelingen bedrijfsvoering alle functies uitvoeren, daar zal wat ruimte ontstaan. En die ruimte, dan is het dan in het onderzoek van belang om te kijken hoe we met die ruimte om kunnen gaan. Als we dat aan de voorkant weten en de fusie zoals die nu gepland is, ambtelijke fusie januari 2020, dan zijn we ruim 2 jaar verder. En het verloop, het natuurlijke verloop, zal hoogstwaarschijnlijk gedwongen ontslagen helemaal teniet doen. Dank u wel, de heer Everhart. Nee, ja, ik zie de heer De Kat. Dan ga ik eerst de heer Everhart en dan krijgt de heer De Kat het woord. Ja, ik hoor nu ook opeens andere jaartallen, maar goed, dit even terzijde. Maar als ik uw woorden nou goed vertaal, dan sluit u dus gedwongen ontslagen niet uit. Maar mijn vraag ging specifiek over operationele diensten. En ik hoor u iets zeggen over ondersteunende diensten. De heer Maas. Dank u wel. Met name operationele diensten, zoals we nu georganiseerd zijn, zijn efficiënt georganiseerd. En daar zal, voor zover we er nu naar kijken, geen enkel gedwongen ontslag noodzakelijk zijn. Wanneer het om ondersteunende werkzaamheden gaat, dan kan ik aan de voorkant daar niet echt een garantie voor afgeven. De heer De Kat. Ja, dit soort zinnen met frictiekosten, die triggeren me altijd enorm. Want dat vind ik een gezocht argument. Het gaat om uitgangspunten, denk ik. En de uitgangspunten, wat mijn partij betreft, een van de partijen in de gehele raad, waarbij ook partijen zijn die andere mening hebben dan wij, hoorde ik net, moet zijn dat de kwaliteit van wat u levert er niet op achteruit gaat. En de kans dat u dat goed voor elkaar komt met minder personeel in de uitvoering, acht ik minimaal. En dat zou voor mijn partij ook geen uitgangspunt zijn. Voor mij, mijn partij zouden uitgangspunten zijn, financiën is geen uitgangspunt. We doen het kostenneutraal en op termijn zien we dat dan wel. Maar de kwaliteit moet omhoog, kennelijk. Ieder bestuurlijk geluk is voor ons partij niet van belang. Meneer Kat, mag ik u een vraag stellen? Ik ga helemaal geen vraag stellen. Ik mijmer even voor mezelf uit. We hebben nog even tijd. En op die manier gaan we dat onderzoek ook bekijken. Want alles wat niet... nogmaals over bestuurlijk geluk gaat, dat maakt ons niet uit. Alles wat financiële voordeeltjes op termijn oplevert, nou, op korte termijn eigenlijk ook niet. Ons gaat erom, en dat gaan we beoordelen, en is de kwaliteit voor de Almeerse bevolking. Dank u wel. Bedankt voor uw mijmering, dat u die met ons wilde delen. Ik heb geen vraag gehoord. De heer Elian, heeft u een vraag? Nou, dat we, voorzitter, dat we geen misverstanden aan deze tafel krijgen over de insteek van het onderzoek en de uitgangspunten. De VVD heeft het zo begrepen dat de kwaliteitsverbetering die noodzakelijk is, omdat dat van ons geëist wordt, dat gaat in de toekomst simpelweg geld kosten. Geld dat nu niet beschikbaar is voor de veiligheidsregio. Ik trigger namelijk, zoals meneer De Kat ook getriggerd wordt, op het woord voordeeltjes. Wij zien het zo dat om de kwaliteit nu te behouden, zul je moeten gaan kijken hoe de organisatie efficiënter kan werken. En mijn vraag is even aan meneer De Kat, heeft u het ook zo begrepen? Want ik zou het vervelend vinden als we allebei nu een andere interpretatie hebben van het onderzoek. Heer De Kat, u wordt geadresseerd. Ik begrijp wat u zegt. De vraag is dan, hoe definieer je die kwaliteit? En waar begin je met onderzoeken? En ik zou altijd onderzoeken, ieder onderzoek beginnen bij degene die het gebruikt. De consument, de veilige, in ieder geval niet de uitvoerder. Dat zou mijn insteek zijn. En daarna ga je terugredeneren. Ik zou nooit beginnen met we gaan bezuinigen. Als uitgangspunt van een onderzoek. Dus dat is wat ik heb probeer te zeggen. Het uitgangspunt van het onderzoek moet zijn, is een verbetering of in ieder geval een status quo, met al die dingen die u aangeeft, van de Almeerse bewoner.
Dank u wel, meneer de Kat. Dan ga ik verder bij mevrouw Aukers. U gaf ook aan nog een tweede termijn te willen. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vragen betreffende de jeugdgerechtigheid, die zijn mij nu duidelijk. Twee vragen nog niet, maar misschien heb ik die gemist. Namelijk hoe Almere kan blijven sturen op het aanbod van de plustaken die worden gegeven in opdracht van de gemeente Almere. En wie dat vanuit de GGD gaat aansturen. En dan heb ik nog een vraag aan de portefeuillehouder. Want ik heb onlangs dat artikel gelezen over de Noordoostpolder die zijn bedenkingen had om hier aan mee te gaan doen. Kan de portefeuillehouder daar wat meer duidelijkheid over geven? En mijn laatste punt, voorzitter, dat was dat ik om een toezegging had gevraagd van de portefeuillehouder over het eindresultaat van het onderzoek naar de raad toe te laten komen. Kan ik de uitspraak van de portefeuillehouder dat het voor juni 2018 komt als toezegging beschouwen? Dat was het even. Dank u wel. Ik had uw laatste opmerking had ik niet specifiek als toezegging genoteerd, omdat uw vraag over wanneer of het naar de raad zou komen ook door het CDA was gesteld en de portefeuillehouder in zijn eerste termijn daar heel duidelijk over was. Dus dat komt naar de raad uiterlijk in juni. De portefeuillehouder, graag uw reactie op de vragen. Ja. Hoe kan Almere blijven sturen op de plustaken? Daar zal de directeur van de GGD Gor op ingaan. U vraagt mij naar de NOP-resultaten en u heeft mij nadrukkelijk horen zeggen op een vraag van de heer Elian. In tweede termijn, wanneer informeert u de raad weer? Kijk, het rapport, het eindrapport heb ik echt nog niet klaar in juni 2018. Maar ik wil u wel vinger aan de pols geven. Dus de tussentijdse resultaten, daar kom ik mee in juni 2018. Want ik wil wel in gesprek met u hierover blijven. Zo moet u hem zien, tussentijdse resultaten. Een definitief eindrapport, dat moet ik weer voorleggen aan de raad. Laat ik daar heel helder over zijn. Dus die komt uw kant op. Dat heb ik de laatste vraag beantwoord. En ik heb ook geduid wat u van mij kan verwachten in juni 2018... Weer agenderen, weer laten zien waar staan we, wat zijn de antwoorden, wat had u ook alweer meegegeven en waar nu? Noordoostpolder de NOP. Ik mag niet op de stoel gaan zitten van de Noordoostpolder of van het bestuur van de Noordoostpolder. Ik heb begrepen dat Noordoostpolder ook zich afvraagt van, goh, zouden we ook moeten kijken, omdat we dichter bij Zwolle liggen, naar een andere veiligheidsregio. Ze zitten in de veiligheidsregio Flevoland. Om uit een veiligheidsregio Flevoland te kunnen stappen, daar gaat de minister over, de ministeriële beschikking en beslissing als zodanig. Dat kost ook enorme bedragen. Ik durf dat niet eens uit te drukken. Dat hebben de specialisten mij aangegeven. Ik kijk even naar de heer Maas. Dit zijn de antwoorden die ik kan geven, mevrouw Aukers, dacht ik. Ja, daar duid ik u op. Dat is de discussie die daar speelt. Ja, en het is goed te horen dat dat leeft in de NOP. Ik kijk even verder aan tafel. Excuses. Ja, dat is waar. Die staat nog open. De heer Verdam, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voor de achtergrond. De GGD is een gemeenschappelijke regeling en we voeren een aantal wettelijke taken uit. Die voeren we voor alle gemeenten binnen Flevoland uit. Per gemeente is het mogelijk dat de gemeente aan de GGD vraagt om bepaalde plustaken te doen. Die zijn gekoppeld aan de gemeente en die blijven ook altijd gekoppeld aan de gemeente. Want de gemeente maakt er een individuele afspraak mee met de GGD. Dus dat kan ook niet overdraagbaar zijn. Het kan niet minder worden tenzij de gemeente zegt dat het minder wordt. Dank u wel voor de toelichting. Mevrouw Heuwe, heeft u nog behoefte aan de tweede termijn? Nee. En dan tot slot de heer Van der Kroef, heeft u nog behoefte? Dan kijk ik de tafel rond. Volgens mij is het onderwerp voor dit moment voldoende besproken. Het vervolg is dat het onderzoek naar een mogelijke fusie verder gaat volgen. En dat u uiterlijk in juni opnieuw naar de raad komt om ons op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Dan wil ik u allemaal bedanken voor uw aanwezigheid hier en een fijne avond wensen. En dan sluit ik de vergadering.